Hallo, dit is dan deel 11 alweer. Wat we gaan doen is navigatie aanmaken. En navigatie heeft natuurlijk eigenlijk meer zin als je natuurlijk meerdere pagina's hebt. Op zich voor de koppeling is dat natuurlijk wel zo handig als je eerst al een hoop pagina's hebt. Voordat je navigatie gaat maken, maar op zich kun je natuurlijk gewoon alvast de navigatie klaarzetten. En dan daarop. De pagina's later koppelen. Nou, als we naar ons ontwerp kijken, hebben we op twee plekken navigatie staan. En dat is bovenaan hier in de pagina. En hier onderaan. Even kijken hier zo. Komt hij nog een keer terug. En je ziet dat het op beide plekken anders eruit ziet. Even kijken. Beneden zijn ze twee rijtjes van navigatie en hier is het één lange rij. Nou, wat het eigenlijk is gewoon een lijst van knopjes en in HTML maak je eigenlijk ook navigatie normaal aan als een lijst aan. Dat is de beste manier om het te doen. Dus wat we gaan doen is eerst een lijst aanmaken en dan zetten we de knoppen erin of de tekst er in ieder geval in. We zetten er linkjes op. En ja, dan zetten we ze naast elkaar met de juiste witruimte ertussen. Dat is best wel even een klusje, maar dat moet lukken. Oké, we gaan naar boven toe. En we gaan eigenlijk eerst maar in de HTML even wat typen. En dat is eigenlijk de unsorted list. Aanmaken en dat ja, als je dat vertaalt in het Nederlands, is dat ongesorteerde lijst. En dat klopt ook, want daar zit geen nummering voor. Je kent het wel van Word met lijsten. Als je een lijstje maakt, dan kun je ofwel van die bullet points er hebben, van die rondjes of van die nummering. Weet je wel, als je meerdere een pagina in index maakt of zo, dan staat er zo'n nummering voor en dan heb je een lijstje onder elkaar. Dat gaan we nu eigenlijk ook maken. Dus als ik nou hier een nieuwe elementtype UL, unsorted list, en ik sluit hem weer, dan moeten daar vervolgens list elementen in komen te staan. En dat zijn dus die LI. En die sluiten we ook weer. En we hadden hoeveel knopjes? Even kijken. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Dus 6 keer een list element. Even kijken, dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Altijd af en toe 7, hè? Dat kan nooit kwaad. Dat geldt trouwens ook voor ontwerpen, hè? Als je dat niet vaak genoeg doet. En dan gaat er eens een keer iets fout. Ja, dan heb je echt spijt van dat je niet hebt opgeslagen om de zoveel tijd. Oké, nou gaan we dus eigenlijk die tekst even eruit kopiëren. Dus dit wordt home. Die zetten we in de eerste neer. Plakken. En dan de tweede. About. Kopiëren. En weer plakken. Oh. Ik zal dan eens gewoon typen. Er zat een dubbele hoofdletter in. Even kijken. Service. Kunnen we natuurlijk ook gewoon typen, hè? Service. Kijken, wat hebben we nog meer? Portfolio. Portfolio. Kijken, nieuws. Ik weet niet als we al de pagina's gaan maken in deze tutorial, maar op zich is het wel aardig om dit een aantal elementen te geven, zodat je gewoon ook een beetje vulling hebt. Even kijken, en contact. Zo, we hebben dus onze 6 linkjes in een unsorted list gezet. En ik zal even laten zien hoe dat er zo uitziet als we er verder niks aan doen. Dus we gaan naar boven scrollen. En we doen opslaan. En je ziet dus, dit zijn dus die lijstjes die je ook wel kent van Word, van een ander tekstverwerkingsprogramma.
Dan krijg je van die bullet points en ze springen in. En we hebben dus eigenlijk een aantal dingen te doen. Sowieso, het zijn nog steeds geen linkjes, maar wat we ook moeten doen is dat ze natuurlijk niet onder elkaar staan, maar naast elkaar staan. En we moeten die bullet points weghalen en het inspringen. Even kijken. Dus wat we eerst gaan doen is dus die UL en die LI gaan we dus stylen. En we gaan dat doen bij de hoofdnavigatie stukje. Dus even kijken. Hoofdnavigatie gaan we kopiëren. Want hoe die linkjes er hier uitzien, hierboven, is natuurlijk anders dan daar beneden. Of überhaupt een linkje in de tekst. Dus wat we daar gaan doen is dus eigenlijk gewoon een custom stukje daarvoor aan. Nu we het in de HTML hebben getypt hier, moeten we dus ervoor gaan zorgen dat er stijl in komt, dat die bullet points weggaan. En we gaan dus bij de hoofdnavigatie, gaan we eigenlijk net als bij de grote intro tekst, een custom ding aanmaken. Dat er eigenlijk op de lijst, op de UL gepast wordt. En op de LI. Want de UL heeft standaard eigenlijk eigenschap dat hij dus die bullet points neerzet. En dat hij margin heeft. Dus we zetten dat eerst even terug. Die UL. Dat is dus deze hier. En dat doe je door middel van list. Tenminste als hij... list style. None. Want we willen geen list style hebben. Als je hier ook kijkt, kun je ook kiezen tussen decimalen en uit, van allemaal leuke tekeningetjes. Dus je hebt er ook nog keuze in als je dus wel iets van een elementje ervoor wil hebben. Dus cirkeltjes of vierkantjes of whatever. Dan kan dat. Wij willen dus op dit moment niks. None. Dus als dat goed is, haalt hij dus al de bullet points weg. Even kijken. Dan moeten we naar de browser toe. En die zijn nu weg. Dus dat is super. Nou moeten we dus de margin er nog uithalen. Want je ziet dus dat die behoorlijk eind inspringt hier. Dus die moeten we er ook uithalen. Zeggen we margin. 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels en 0 pixels. Dus voor boven, rechts, onder en links niks. Met de klok mee, hè. Dus we hebben 7. Kijken hoe dat wat dat oplevert. Nou, hij gaat hier wel omhoog. Nou, dan moeten we het volgende element gaan aangeven. Dus, en we doen dat eigenlijk in stapsverband, omdat we in de hiërarchie ook zo hebben van hoofdnavigatie, daar zit de UL in. En in de UL zit de LI, dus de LI in. Dus wat we hier in de stylesheet ook gaan doen, is het volgende. Dit kopiëren. Hier sluiten. En wat we hier zeggen, dus weer een spatie, LI. Dus we zeggen nu, in de hoofdnavigatie, van de unsorted list, daar de LI's van, daar gaat ook weer iets mee gebeuren. Nou, dat is dus... even kijken, float left aangeven, want net als bij diffjes kun je hier ook gewoon aangeven van float left. En we zeggen display inline. Dat zorgt ervoor dat ze naast elkaar komen te staan. Even kijken als we ook nog een, daar moeten iets moeten resetten. Ja, op zich staan ze nu naast elkaar, staan wel heel dicht op elkaar. En ze hebben nog steeds best wel veel ruimte aan de linkerkant. Dus ik ga even kijken als die LI ook een margin heeft. Margin. 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels. Even kijken. Nee, dat is het niet. Is het dan een padding misschien? 7, kijken wat dat is. Ook niet. Zit er nog een padding om de UL dan? Even kijken. Knip dit er even uit. Plak het hier neer. Ja, dat was het dus. Op de UL zat nog een padding op. Die heb ik er nou ook uitgehaald. En dan hebben we dat al
klaarstaan. Nu is het nog steeds zo dat het natuurlijk geen linkje is. Dus we hebben nu wel een unsorted list gemaakt. Dus een lijstje. En we hebben ze naast elkaar gezet. Alleen één. Ze hebben dus geen linkjes erop. Dus dat moeten we nog regelen. En ze zitten echt ja, gewoon tegen elkaar aangeplakt. En er moet witruimte tussen zitten. Nou, wat we dus eerst gaan doen is linkjes ervan maken. En dan gaan we dus weer terug naar onze broncode toe. En hoe kun je een linkje maken? Eigenlijk is dat heel makkelijk. Ik zal even een aantal dingen laten zien hoe je een linkje kunt maken. Je kunt bijvoorbeeld een plaatje een linkje maken. Je gaat gewoon op het plaatje staan. En hier staat link. Nou, dan kun je hem dus ergens naartoe laten linken. Bijvoorbeeld naar een andere HTML pagina. En je hebt een linkje. En wat Dreamweaver doet is eigenlijk dit eromheen zetten. En hij sluit ook weer hier. Dus als we dat even netjes zouden doen, dan zou het eigenlijk zo moeten staan. En even kijken, hier weer sluiten. Zo. Dus we hebben weer een nieuw element en dat heet een A-element. Dat is het linkje dus. En daar zit eigenlijk een heel simpel ding in. Als je hier zo kijkt. Een href, dus een hyperlink referation. Daar staat de afkorting voor. En dat is eigenlijk gewoon waar die naartoe moet linken. Dat is het eigenlijk. Dus voor een plaatje is dat heel eenvoudig. Is het dan ook zo eenvoudig voor tekst? Nou ja, in principe wel. Je selecteert gewoon een tekst. En je geeft een link aan. Dus je gaat weer naar het mapje klikken. Je zegt voorbeeld. We hebben nu maar één HTML pagina. Dus nou ja, dan link ik daar naartoe. En je ziet alweer dat het dus weer een A is geworden. HRF, HTML. Voorbeeld HTML. En dan weer de A sluiten. Dus dit is ook weer zo'n element zoals vele. Dat het gewoon weer opent en sluit. Dus goed onthouden. Nu is het zo dat we eigenlijk met ons cursusmateriaal hebben we eigenlijk niet echt een pagina. We hebben al die voorbeeld erin, maar die wil ik eigenlijk nu niet gebruiken. Dus wat ik nu doe is eigenlijk gewoon een hekje erin zetten. Zo'n hashtag. Om eventjes gewoon wel een linkje aan te maken. Maar die gaat nergens naartoe. En je krijgt hier ook geen foutmelding van. Dus ik zet daar hier ook weer een haakje voor. En dat ga ik eigenlijk bij die andere knoppen ook doen. Dus ik doe even op refreshen. Klik op about. Linkje. Zet ik gewoon een hekje neer. Op enter duwen. En hij maakt voor mij automatisch die A aan en hij sluit hem weer. Dus dat doe ik gewoon 6 keren. 6 knopjes. Hekje. En we gaan later gaan we dus aangeven van waar die naartoe moeten als we dus de pagina's aan hebben gemaakt. Maar dit is een handige manier om gewoon wel al linkjes erin te zetten, want zoals je straks ook gaat zien, een linkje heeft ook weer zijn eigen stijl en eigenschap al erin gebakken. Dus we gaan nu even kijken hoe dat eruit ziet. En we zien dus dat de tekst nu blauw is geworden en een lijntje eronder is gekomen. En ja, dat is het eigenlijk wel. En als ik erop klik, dan worden ze paars. Omdat dat de kleur is van, nou dat is dus de pagina die je al hebt bezocht een keer. En in dit geval zijn ze allemaal dezelfde kleur. Omdat ze ook allemaal naar dezelfde plek toe gaan. Nou, dat is hartstikke leuk en zo. Maar dit ziet er nog lang niet uit zoals het er hieruit moet zien. Dus, we moeten even een aantal dingen doen. We moeten dus het font aangeven, dus Arial Narrow, aan het linkje. We moeten zeggen van ja, je moet niet blauw zijn, maar je moet wit zijn. En als je er overheen gaat, word je groen. Ja, dat is die kleur groen. En het is 17 punten en ze zijn ook allemaal kapitalen. Dus dat zijn een aantal dingen die je moet onthouden. Dus deze ga ik zeker niet uit de hoofd onthouden, dus die kopieer ik even. En 14 pixels Arial Narrow, dat kan ik nog wel onthouden. Dus we gaan naar de stylesheet om te stylen. Oké, wat we dus doen is dus weer het volgende. We koppelen dus die link met
het rest van het rijtje wat er staat. Dus hoofd, navigatie, spatie, UL, spatie, LI. En dan A. En vervolgens zie ik dat ik dus een letter ben vergeten. En dat is niet wat ik wilde zeggen. Maar vervolgens gaan we dus een kleur aangeven. Color. Nou, standaard kleur is wit. Fontfamilie. Arial. En dan maak ik dus een Arial Narrow van. Door middel van de quotes. En hij was 14 pixels groot. Dus font size 14 pixels. Hij was bold. Dus font weight bold. Het waren allemaal kapitalen. Dus tekst. Transform. Even kijken. En ik dreun deze nou gewoon op. Omdat ik ze gewoon allemaal uit mijn kop weet. Maar je kunt er natuurlijk altijd opzoeken naar wat het precies is. En als je font of tekst intypt, dan geeft Dreamweaver ook wel wat hints aan hoor. Uppercase, even kijken. En dat is het eigenlijk wel. En nu moeten we dat lijntje er nog onderuit krijgen. En dat is eigenlijk een nieuw ding. Dat hebben we nog niet eerder gezien. Dat is dus tekst decoration. En je ziet hier een aantal... van die opties die hij geeft. Je ziet dus ook dat je een lijn door je tekst heen kunt krijgen. Ik weet niet wanneer, als je eens een keer wil aangeven dat je iets fouts hebt neergezet of zo, bijvoorbeeld. Of je kunt er een lijn onder krijgen of een lijn erboven. Maar wij willen dus geen lijn, want standaard heeft hij dus een lijn en ik wil die lijn er juist uit hebben. Nou, even kijken. Text decoration none. Ik ga kijken in mijn browser. En ik zie dus dat de tekst de goede maat heeft. Hij heeft geen lijntje meer, maar ze zitten nog heel krap op elkaar. Dus ik moet even gaan zoeken hoeveel ruimte daartussen zit. En je weet hoe je ruimte kunt creëren aan de buitenkant. Dat is dus door margin aan te geven. En dat kunnen we dus met onze linkjes ook doen. Dat is 44 pixels. En het mooie van dit systeem is ook dat als je dus een langere tekst hebt, dat dat niks uitmaakt hoe de witruimte is, want de witruimte is gewoon na het laatste teken. Dus dat zit altijd goed. Dus 0 pixels. Aan de rechterkant 44, meende ik. Ja, 44 pixels. Oh, en 0 pixels. En nog eens 0 pixels. Dus even kijken hoe dat eruit ziet. Ja, dat ziet er al goed uit. Nu zie ik wel dat ze staan nog eigenlijk iets te hoog. En ik heb het idee dat ze ook, voor mijn gevoel zijn ze een beetje klein, maar ik kan me vergissen. Even kijken. 14 punten, ja nee, is toch goed. Ze moeten nog een stuk zakken. Nu kunnen we dus gewoon eigenlijk in die UL, kunnen we dus aan de bovenkant wat margin geven. Is misschien wel een optie. Dus als ik hier... Even kijken, hoe ziet het er nou uit? Precies tegen het randje aan, met 1 pixel misschien. Dus als ik hem nou vanaf daar meet. Even kijken, vanaf hier tot en met hier. Nou, eigenlijk iets meer nog. Dat is te veel. Kijken zo. Dat is 19 pixels. Nou, oké. Dus als ik dus die UL, dat ding wat er omheen zit... 19 pixels aan de bovenkant geef, dan duwt hij dus de hele navigatie omlaag. Dus als ik nou hier 19 neerzet, hoop ik dat het goed komt. Kijk, 19 pixels. Kijken wat hij doet. Ja, nou, ik heb wel het gevoel dat 19 pixels misschien iets te veel is. Maak er maar 17 van of zo. Kijken, 17. Ja, is beter. En nou kunnen we de achtergrondkleur er ook uithalen. Even kijken, dus navigatie, hoofdnavigatie, achtergrondkleur eruit, 7. Ja, dit ziet er mooi uit. Dat is super. Oké,
Klopt dit helemaal? Het lijnt wel aan de rechterkant, hè? Dus ik heb nu eigenlijk het aan de linkerkant gelijnd. Dus dat is misschien wel iets waar ik even op moet letten. Even kijken, Dreamweaver. Misschien moet ik ze niet een float left geven, maar een float right. Nee, ik geef ze gewoon een float left. Ik moet alleen even kijken, wat kan ik het beste doen? Ik denk dat de hoofdnavigatie gewoon minder breed moet worden. Even kijken. Dus hij moet nog iets ervan af. Even kijken. Ja. Nou, op zich, ik vind het nog niet eens zo storend. Ik kan wel die UL misschien aan de rechter, aan de linkerkant nog wat geven. Even kijken, dat is dus boven, rechts, onder, links. Dus bijvoorbeeld hier nog 20 pixels. Kijk hoe dat eruit ziet. Oh, dan hebben we natuurlijk weer het probleem dat die laatste van die linkjes, dat die ook weer 44 pixels heeft. Dus ik moet eigenlijk iets aangeven dat die laatste dat dus niet heeft. Dus we gaan dit weer kopiëren. En we zetten dit hier neer. En wat we hier neerzetten is dus last streepje child. En wat dit eigenlijk zegt is gewoon in de li. Even kijken. Zeg ik dat zo goed? Nee, weet je wat we doen? We maken gewoon een class aan. En dan zeg ik dat gewoon. Dat is misschien makkelijker. Dus laatste. Vooral bij de hoofdnavigatie plaatsen. Want dan weet ik zeker dat die daarvan is. Laatste. Link. Even kijken, laatste link. En dan zet ik dus de margin helemaal op 0. En die pak ik dus aan mijn laatste navigatieding. Dus hier zet ik een class weer neer. Class. Laatste link. En omdat ik hem nou heb hier aangekoppeld, hè, aan het hoofdnavigatie, als ik dus buiten de hoofdnavigatie probeer te zoeken naar die class, kan hij hem niet vinden. Dus als ik hier bijvoorbeeld op dat logo een class zou zetten, dan zie je dus. Oh, daar staat wel een laatste link. Oh, nevermind. Volgens mij zou het zo moeten zijn dat je hem dus niet ziet. Of dat hij in ieder geval niet werkt, want hij is gekoppeld aan deze. Dus ik weet niet hoe dat kan dat hij hem dan daar laat zien. Foutje van Dreamweaver. Even kijken wat hij nou precies doet. Ja, nou klopt het wel, want nu is hij die 44 pixels hier kwijt. En dan kan ik de UL nog iets meer naar rechts toe schuiven, zodat hij mooi aansluit. Even kijken, waar zit mijn margin van mijn hoofdnavigatie? Even kijken, dat is deze. Dus dit mag misschien wel 30 zijn. Kijken wat dat. Nog iets meer, 35. Even achtergrondkleur aanzetten. Maar nee, dat hoeft niet. Even kijken. 40 dan. Kijk hoe dat eruit ziet. Is dit gewoon precies lijnend? Nee, nog ietsjes. 42. Is een beetje gokwerk. Even kijken. Nou, nog iets. 45 dan. Nog meer? 50? Jeetje. Nee, dat is te veel. Oké, dan wordt het 48. Zo, kijken. Dat is nog te veel. 46. Ja, precies. Oké, nu hebben we dat mooi lijnend hier met de rechterkant. Maar het is nog een klein probleem. Als ik hier overheen ga, zie ik nog geen kleur veranderen. Die kleur die had ik gekopieerd, maar volgens mij ben ik die al lang weer kwijt. Dus ik ga weer even de tekst selecteren, kleur kopiëren. En dan willen we dus, als we eroverheen gaan, dat de kleur verandert. Nou, dat kunnen we doen. Ik zal even die kleurcode even
Nou, ik kopieer hem straks nog een keer. Dus deze kopiëren. Plakken. Ook weer afsluiten, hè, mensen. Nooit vergeten. Het is altijd openen en sluiten. Maar wat we hier aangeven is dus de status van het linkje. En je kunt dat dus aangeven door middel van een dubbele punt. Hover. En daar gaan we de kleur in zetten. Dus color. Kies even snel een kleurtje. En ik ga die kleur weer kopiëren, want dat is hem natuurlijk weer uit mijn cachegeheugen kwijt. Kijk eens zo. Deze hier plakken. Afsluiten. Even kijken hoe dat eruit ziet. Die hover state is eigenlijk, je kunt er een aantal status aan geven. Hover, visited, dus als je er ooit al een keer bent geweest. En daar kun je mee spelen. We hebben nu gewoon dat de kleur verandert eigenlijk van de knop, zie je dat? Maar je kunt daar dus ook bijvoorbeeld zeggen van nou het font moet groter worden of er moet wel een lijntje onder komen als je er overheen hovert. Ik zal dat er even bij zetten. Text decoration. Overline, zoals voor de grap doen. Kun je zien ook hoe dat werkt. Even kijken. Dus dan krijg je dit. Dan komt er een lijntje boven. Hartstikke mooi. Je kunt eigenlijk erin zetten wat je wil, hè. Dus dat maakt, we hebben nu gewoon een kleur dat ook eigenlijk meest voor de hand liggend is. Maar daar heb je eigenlijk ook weer helemaal je vrijheid in. Je kunt er ook een background in color inzetten. Dus background, color. En weet ik veel, blauw. Dan krijg je dus als je er overheen gaat. Even refreshen. Dan verandert die ook nog van achtergrondkleur. Nou, dat is toch echt geweldig. Als je dat iets meer wil hebben, zou je op de A ook nog een padding kunnen zetten. Kijk, padding. 10 pixels. Zien boven en onder minder pixels, want dan wordt het iets meer, minder. Kijk, maken we boven wel 5. Kijk hoe dat eruit ziet. Ja, dan passen ze niet meer naast elkaar, want hij telt het erbij op. Maar nou ja, je hebt het idee wel wat ongeveer dat gaat doen. Hè? We gaan dus geen achtergrondkleur eraan geven. Dus die ga ik er ook even uitslopen. Kijken, zo. Want eigenlijk zoals hij nu was, is het prima. Wat wel mooi zou zijn, is dat als je op een pagina bent, dat de navigatie highlight, zullen we zeggen, van waar je dus bent. Zodat die eigenlijk al de kleur heeft van die hover state, zullen we zeggen. Dus als je er overheen gaat. Nou, dat kunnen we dus heel makkelijk maken door een nieuwe class aan te maken. Even kijken. Dat kunnen we eigenlijk hier ook wel doen. We hebben hier laatste link. Doe deze even kopiëren. En maken we van die laatste link active van of zo. Of actief. Dat is misschien wel beter. Actief. Is dat met een K? Ja. Nee. Geen idee. Nee, dit is het. Oké. Actief met een C. Ik hoop dat het goed geschreven is. Voor de mensen die dus zeggen van hey, dat is geen goede spelling. Dan moet je me daar maar op wijzen. Maar volgens mij is het met een C. En daar geven we dus gewoon de kleur aan. En wat we kunnen doen is dus de pagina waar we dus op zitten, in dit geval onze homepage, kunnen we dus het linkje, de class geven, actief. En dat zorgt ervoor dat hij dus standaard, als het goed is, even kijken, die kleur moet krijgen. Dus ik hoop dat het werkt. Nee, het werkt niet. Waarom werkt het niet? Omdat hier een typfout staat. Dan moet color staan. Even kijken. Ja, nu werkt het dus wel. Ik kan het C ergens per ongeluk weggehaald. Je ziet dus dat hij nou actief is. Deze class moet je natuurlijk per pagina gaan verplaatsen natuurlijk. Want als je op About staat, dus een tekstje over jezelf, dan moet die class natuurlijk op About staan. Maar dat zorgt er wel voor dat als je op dus een
pagina bent, dat je meteen in de navigatie kunt zien waar je op dat moment bent. Hartstikke handig. Nou, we gaan ook nog de voetennavigatie doen. Dat is in twee delen. Dus ik maak daar twee nieuwe divjes voor aan in de... Even kijken. Voetennavigatie. Dus ik maak twee divjes aan, omdat ik eigenlijk het wil opsplitsen in twee stukken. Dus ik zeg div ID linker nav voor navigatie. Sluit hem weer af. Nieuwe div, div ID rechter nav. En die sluiten we ook weer. Maak er wat witruimte tussen. Kunnen we er straks ook netjes wat tussen zetten. En wat we doen is eigenlijk in elke navigatie gaan we dus weer een unsorted list erin zetten. Dus UL. Ook weer sluiten. Even kijken, hier zit één witregel te veel. En als je ook al ziet eigenlijk dat we nu al zoveel regels code hebben gemaakt. Dus we zijn al van een hele verre weg gekomen. Maar als je ook de pagina nu ziet, dan het wordt ook echt wel gewoon precies zoals we het hadden ontworpen. Dus wat ik al zei in het begin, weet je wel, het eerste stuk is altijd een beetje ja, stug en saai. Maar eenmaal als je eigenlijk al de plaatjes en de tekst erin hebt staan, dan begint het al aardig ergens op te lijken. Dus we gaan er nu ook list objecten in zetten. En we hadden volgens mij 6 stuks. Dus ieder 3. En dit kan ik gewoon kopiëren en plakken. Kijken. Plak. Dat is 1, 2, 3. En dan hier ook nog een keer. 1, 2, 3. Dan moet ik even kijken hoe we dat hadden opgedeeld. Ik denk dat het gewoon... Dan moet ik even naar beneden gaan. Home About Service. Dus... Home about service. Volgens mij staat met een service. Volgens mij met een C. En de volgende was portfolio. Portfolio news. En even kijken, contact. Moeten we er linkjes van maken, hè? Dus het is eigenlijk een herhalingsoefening. Even refreshen. Dus ik dubbelklik op de home. Hekje er neerzetten. Hier ook weer. Tekst selecteren. Hekje er neerzetten. Enter duwen. Hier weer tekst selecteren. Hekje duwen. Op enter duwen. En dit nog een 3 keer. Dan we zorgen dat het linkjes worden. En dit is echt de beste manier om je navigatie neer te zetten. Omdat Google die gaat ook gewoon controleren op unsorted lists. En op linkjes. En zo kan hij ze veel beter indexeren. Nou. Even kijken. 7. We hebben nu ook een actieve in de homepage. Moet ik even kijken als dat... Dat is iets anders dan boven, want hij heeft dus een blauwe kleur. Ik zie trouwens dat we hier ook nog dat lijntje hadden. Ik weet niet of we dat er al in hebben gezet. In de Dreamweaver. Even kijken. Nee, die staat hier nog niet in. Dus die HR moet erin staan. Echter is wel zo dat dit eigenlijk de HR de kleur heeft van de achtergrond. Dus we moeten daar ook iets aan doen. Even kijken, die heeft dus die kleur. Dus als ik hem er nou inzet, dan is het nog niet helemaal de goede kleur. Je ziet hier al onze twee lijstjes staan onder elkaar. En met de linkjes met de blauwe kleur of paars. Wat is het met de lijn eronder, met de bullet points. Dus dat moeten we ook gaan doen. Eerst wil ik even die HR... de goede kleur geven. Dat is even kijken.
naar de style sheet, naar beneden toe. Even kijken, footer. Ja, daar kunnen we het wel in doen. Zeggen we footer, kopiëren. HR. En eigenlijk heeft hij dezelfde eigenschappen behalve het plaatje dan. Dus we hoeven eigenlijk niet veel te doen dan de background image te gaan aanpassen. En daar had ik een speciaal ander plaatje voor aangemaakt. Dat heette niet stroke, maar stroke stripe white. Dat is zo. En weer sluiten natuurlijk het hekje, hè? Niet vergeten. Dus kijken hoe dat eruit ziet. Ja, dit is perfect. En nou gaan we dus die navigatie doen. Even kijken, dat is dus footer navigatie. En dan is weer hetzelfde verhaal eigenlijk, hè? Dus we kopiëren dit. Plakken neer, UL. List style. Kijk, dat is deze. Is none, want we willen geen, geen tekentjes ervoor hebben. Even kijken, de margin moest op 0 staan. De standaardwaarde even resetten, noemen ze dat ook wel, hè. Padding zetten we uit. Padding 0 pixels. 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels. En dat was hem. Even kijken, dan hebben we nog de Lee natuurlijk. Moeten we daar iets doen? Nee, volgens mij niet, want hij hoeft eigenlijk niet naast elkaar te staan. Dus in principe staan ze nu goed. Nu staan ze allemaal onder elkaar. We moeten nog die diffjes nog een eigenschap geven. Even kijken, die hebben we nog niet aangemaakt. Dus even kijken, linkernav. Rechternav heet dat ding. Dus ik maak hier onder de footer maak ik linkernav aan voor navigatie. Rechternav. En je ziet dat ik nou ook gewoon andersom werk. Hè? Dus dat het niet eerst in de style sheet dan in broncode. Want op zich, soms kan het ook andersom. Hè? Als je maar gewoon geen typfouten maakt, dan is het goed. Linkernav is, ja, dan moeten we breedte even meten. Hè. Even kijken, dat is, ja, wat zou ik doen? Zo breed maken? Maak hem wel zo breed. Dan, als ik een langere tekst ooit heb, dan past die er ook in. Oh, sorry. Dus die is 100 breed. Oké. Okay. Linkernav width 100 breed. 100 pixels, float left. En die andere moet, ja, als dat dan, even kijken de hulplijnen weer aanzetten. Ik denk dat die tot aan hier loopt, dus dan wordt het 130 pixels, oké. Okay. Width, 130 pixels. En die geef ik ook een float left. En met die floats is altijd het geval dat je er nog een reset div bij moet zetten. Hè? Want anders gaat die daar misschien problemen mee krijgen. Dus ik zet er een reset div achter de laatste zwevende div. Dus dat is deze. Gaan we kijken hoe dat eruit ziet. Nou, dat ziet er op zich prima uit. Alleen moeten we nog de list style even stijlen. En ik heb nou de margins op de... Nee, wacht even. Nou, dat kunnen we trouwens op de linkjes zetten. Of we zetten dan de list items. Dus de lease. En dat is dus die witruimte die ertussen zit. En dat is... Even kijken. 16 pixels. Dus ik kan... Even kijken. Toch die Lee toch nog een stukje erbij geven. Dus ik ga dit weer kopiëren. We gaan nou de LI nog een eigenschap geven. En dat is een margin aan de onderkant. LI. Zeg ik margin.
onderkant, hè? Dus boven niks, rechts niks, onder 16 pixels en dan weer 0 pixels. Kijk, was het ook 16? Ja, dat was 16. Dus als ik dit nou save, kijken in de browser. Prima. Nu moeten we nog de linkjes stijlen hiervan. Dus dit weer kopiëren. Plakken. Zeggen we de A. Die moet even kijken, dezelfde eigenschappen bijna hebben als die bovenin. Dus ik ga dit even kopiëren ook. Het scheelt me weer wat de hoop typewerk. Kijken, dat is dit allemaal. Arial Narrow. Volgens mij is die wel ietsjes kleiner, maar dat zie ik dan wel. En die margin heb ik eigenlijk ook niet nodig. Dus kijken, zo. Kopiëren. En even zoeken. Footer. Ja, hier moeten we zijn. Zo, kopiëren, plakken, save. Even checken hoe groot het lettertype hier is. Want volgens mij is dat niet hetzelfde als boven. Jawel, hetzelfde. 14 pixels. Nou, dan hoeven we eigenlijk helemaal niks te doen. Even kijken. Refresh. Nou, dat is perfect. Nou, het enige wat we nog moeten doen is die rollover. En die actieve status nog aangeven. En die wijkt af. Dus, dit weer helemaal kopiëren. Weer plakken. Weer afsluiten. En wat we erin zetten is dus een dubbele punt hover. En dat is dus de kleur, color. Moeten we even een kleurtje prikken in Photoshop. Dat is een blauw kleurtje. Even kijken, deze. Oké. Okay. Save. En wat we ook doen is dus die active aanmaken. Kijk, dat is dus footer. Navigatie. Ik kopieer hem gewoon. Dat is wat makkelijker. Active. Dus dat is een class. Maar we hebben al een active aangemaakt. Maar omdat die dus nu gekoppeld is aan de footernavigatie. En die andere is gekoppeld aan... Even kijken. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. Aan de hoofdnavigatie kun je gewoon... Nee, dat is deze trouwens. Zie je? Actief. Ik zal hem gewoon exact hetzelfde noemen. Dan kun je ook zien dat er dus echt wel een verschil tussen zit. Dus even kijken. Actief. En die heeft eigenlijk dezelfde kleur als dit. Dus plak je hem dan neer. Save. En ik zie niks veranderen. Kijken, waarom is dat zo? Oh, omdat ik natuurlijk die actief er nog niet op heb gezet. Dol. Even kijken, naar boven. Class. Actief. En je ziet nu dat het dus niet groen is geworden zoals we hierboven hadden staan. Kijk, hè, deze hier. Maar hij is nu blauw geworden. En dat komt gewoon omdat hij dus, ik zal ook het hier laten zien met Chrome. Hè. Kun je inspecteren element. Kun je ook zien dat er dus wat dingen worden doorgestreept. En dat hij dus ook de goede actief meekrijgt. Nou, dat is hartstikke mooi. Nu kunnen we eigenlijk de achtergrondkleur hier weghalen. Even kijken. Stijl. Footer navigatie. Helemaal bovenaan. Achtergrondkleur eruit. Save. En onze navigatie staat. En hij werkt ook als je er overheen gaat. En hij werkt ook als hij er boven overheen gaat. Nou, dat is super. Nu hebben we bijvoorbeeld ook nog linkjes gewoon in onze tekst. En die moeten zich natuurlijk anders gedragen dan deze. Want als je hier zou op klikken, dan zou die hem dus gewoon openen. En de nieuwe pagina in dezelfde tab. Nou, op zich is dat perfect voor een website. Je wil niet dat hij elke keer een nieuw venster opent. Als je dus ergens op klikt.
Maar stel, ik heb ergens een linkje naar mijn Facebook bijvoorbeeld. En dat linkje, dat moet ik dus ook nog stylen, dat moet gewoon in normale tekst komen te staan. Nou, ik heb daarvoor gekozen om daar die blauwe kleur voor te maken en dat die dus bold is. Maar dat is eigenlijk net als een paragraaftekst. Als er dus geen navigatie is, dus als hij niet gekoppeld is aan die hoofdnavigatie of voeternavigatie, moet hij zich dus anders gaan gedragen. Maar ik wil wel dat overal in de tekst dat dus gebeurt. Dus dan kan ik ook gewoon hier zeggen bij onder de paragraaf, gewoon zeggen alle linkjes moeten zich een bepaalde manier gedragen. Dus dat is dus text decoration. Misschien none. Even kijken. En hij moet misschien ook blauw worden. Ik weet niet of we die kleur nog in onze erin hebben zitten. Color. Oh, wacht. Mag ik dit even weg? Dus die blauwe kleur. En even kijken, ik kan er nog overheen zetten dat als je er overheen scrolt, dat hij dus dat hij iets doet. Dat kan. Even kijken, wat zullen we doen? We zullen er wel een lijntje onder zetten als je er overheen gaat. Dus dan zeg ik oké. Okay. Als je er dan maar overheen gaat, hover. Dan zeg ik text decoration line under. Ja, underline. Ik selecteer dus eigenlijk gewoon een tekst voor een linkje te maken. En je moet altijd goed onthouden dat als je hier dus een stukje tekst linkt, net als bij de navigatie, dan is het dus zo dat hij weer dat A-tag eromheen zet, verder niks erbij. Alleen als je dus naar een externe link doet, moet je dus wel http, dubbele punt, slash slash, bijvoorbeeld Google, ja, www.google. Google.com enter en wat hij doet, ik zal het even laten zien, is dat hij dus een tekstje maakt wat nou gehighlight is. Ik klik het aan en hij gaat eigenlijk in hetzelfde window gaat hij dus Google.com openen. Nou, op zich het is prima, het linkje werkt, alleen je bent echt uit je pagina weg. Dus als je een externe pagina hebt, zou ik altijd adviseren om aan te geven dat hij dus in een nieuwe venster gaat openen. Nou, dat kun je dus aangeven als je op het linkje staat. Dan zeg je target blank. En dat zorgt ervoor dat er dus een nieuw tabblad komt of een nieuw venster. Dus je zult het nu nog een keer controleren. Klik hierop en je ziet dus dat er een nieuw tabblad geopend wordt met Google.com. Waarom is dat zo belangrijk dat gewoon een navigatie gewoon dat niet doet en externe linkjes bijvoorbeeld navigatie dus wel? Dus als je een linkje naar Google of naar een ander artikel, omdat je als je hierop klikt, dan ben je in ieder geval niet verwijderd van je eigen pagina, want je klikt gewoon het extra scherm uit en je bent weer terug op je eigen pagina. Dat is er eigenlijk om te zorgen dat je ja, bezoekers ook gewoon op je site blijven. Hè? Want ja, je bent één klik verwijderd van al gewoon uit je site te zijn als je het niet naar een nieuw venster doet. Dus dat is dat gedeelte. Ik zie trouwens wel dat deze tekst ook iets te lang is. Ietsjes korter maken. Even kijken, 1/3 kolom. Dus ik haal gewoon die laatste regel even weg. Dat doe ik even bij alle drie. Kijk, en deze ook. 7. Ja, dit is beter. En dat is eigenlijk navigatie. Dus we hebben navigatie in een lijst gemaakt, hier bovenin. En een lijst hier onderin. Opgesplitst in twee divjes. We hebben een linkje gewoon in de tekst aangemaakt hier. We hebben aangegeven hoe je dus linkjes kunt maken met naar een externe pagina. En ja, dat is het eigenlijk wel. Ik zie trouwens dat we bijna dan alle dingen klaar hebben staan. Ik zie dat hier nog wel wat dingetjes gehighlight moest worden. Moet ik wel even kijken hoe dat uitziet. Oh nee, jawel. Het ziet er, ik zie hier dus nog die
T voor telefoon en E voor e-mail. Die hebben een bepaalde kleur. Even kijken. Volgens mij hadden we nogal zo'n class aangemaakt. Groen. Even kijken. Groen. Even zoeken. Ja. Groen. Dus die ga ik gebruiken voor die tekst hier onderin bij onze NMW-gegevens. Dus weer span, hè? Span. Class. Groen. Niet vergeten af te sluiten, hè? Met het hekje. En dan ook weer achter de dingen een slash span. En ditzelfde kunnen we gewoon selecteren, kopiëren en plakken. En ook weer niet vergeten af te sluiten. Dus als we nu gaan kijken, is dat ook in orde. Kijken, ja. Oké. Nou, dan is eigenlijk de volgende tutorial eigenlijk voor het plaatsen van een filmpje. En ja, dat is het dan. Oké.